Mazeik trainer Heijnen is gespannen aan zijn ploeg. Zo dadelijk in het rood heeft de eerste twee matchen van de finale gewonnen, maar kon het al twee keer niet afmaken. Mazeik wint de eerste set met 25-21 en slaat in de tweede set meteen een kloof. Tijd voor bezinning bij Roeselare. Maar dat lukt niet, het draait vierkant bij zijn ploeg. Mazeik vernedert Roeselare in die tweede set. Die eindigt op 25-16. De Roeselaarse frustratie groeit. In de derde set is er geen topvolleybal meer te zien. Daarvoor is de spanning te groot. Mazeik begint het best, maar dan lijkt Roeselare toch weer terug te kunnen komen. Maar Mazeik houdt stand en sleept zich uiteindelijk naar de landstitel. Dit is het eerste matchpunt. Mazeik wint met 3-0 en is kampioen na een spannende finale van de play-offs. Het is voor Mazeik de 12e landstitel en dat is een record. We waren duidelijk beter en wij moesten kampioen spelen. Wij waren de betere ploeg dus. Op voorhand, heel het seizoen, waren wij de beste ploegen. Dus het zou oneerlijk zijn. Vandaag weer bewezen dat wij de beste ploeg zijn. Dus nee, verdiend gewonnen.